Kijk, en hoe je dat kunt doen, dat hoor je straks. Nu eerst de sneeuw. Bijna heel Nederland is wit. Op sommige plekken ligt een pak van meer dan 40 centimeter. Het is voor het eerst in 4 jaar dat het zoveel heeft gesneeuwd. Sneeuwballengevechten. Daar ging het vandaag over op alle scholen in Nederland. Zoals hier in Tilburg, hier in Elburg en ook in Arnhem. Je hebt sneeuw in je haar. Ja, echt raar en echt koud. En soms als iemand er in je gezicht gooit, dan is het niet leuk. Is het nog wel leuk, sneeuw? Alleen een beetje koud. Yes, sneeuw! Ik kan lekker. Super koud. Vind je ervan, sneeuw? Heel leuk. En super cool. En ook wij moeten er natuurlijk aan geloven. Maar de sneeuw is niet alleen maar leuk. Een record aan file stond er vanochtend op de snelwegen. Meer dan 650 kilometer bij elkaar. Er gebeurden ook veel ongelukken. Wegen waren spekglad en auto's gleden vaak weg. Tegen een lantaarnpaal, tegen elkaar en zelfs in de sloot. Het was een toon behoorlijke, want die bestuurder is door de brandweer uit de auto gehaald. Maar hij is met onderkoelingsverschijnsel is hij naar het ziekenhuis gegaan. Dus gelukkig valt men, maar je ziet het. De gladheid heeft voor ons een hoop werk opgeleverd. Hoeveel auto's staan hier? Waar we nu op het moment hebben zo'n beetje een kleine 40 auto's staan. Ook de treinen hebben veel last van de sneeuw. Er zijn enorme vertragingen en rond Utrecht reden vanmiddag zelfs even helemaal geen treinen. Veel mensen zitten uren vast op stations. In Noord-Nederland viel de meeste sneeuw en daar was ook de meeste overlast. Bussen reden er vaak niet en sommige scholen bleven daarom dicht. Zoals scholengemeenschap De Borgen. De leerlingen moeten van heen en ver komen en dat was vanochtend niet te doen. Openbaar vervoer lag eruit en de school hebben we daarna besloten te sluiten. School open of school dicht, voor jullie was het vandaag vooral sneeuwpret. We zijn maar even naar binnen gevlucht, want ook wij zijn natuurlijk enorm doelwit met al die sneeuwballen. We staan nu veilig achter de ramen, maar zodra die deur hier open gaat... Nee, dat dus. Meer sneeuw straks bij het weer en natuurlijk op onze site. Daar staan ook de foto's van jullie. Die kregen we allemaal met kinderen en met sneeuwpoppen erop natuurlijk.